Hallo, ik kom, kom even rondcontroleren met de ster. Kijk eens, daar is de grote meester in de keuken, mag ik even bij zijn. Ik moet jou condoleren met een ster, geloof ik. Klote, hè? Het is niet gelukt om er vanaf te komen. Nee, het is hier niet gelukt. Jij hebt niet zoveel meer met de sterren? Nou, de manier waarop, waarop ik bezig was met twee sterren, dat was totaal niet wat bij mij paste. Gedoe, lang, veel gefriemel op bord, zeven dingetjes. Ja, dat was niet eigenlijk waar ik voor stond. En wat je nu doet, want ik eet hier dan ook wel eens, je flikkert gewoon wat op het bord en het ziet er niet meer uit. Gooit het in de lucht, nou een bord eronder en dan gaat het mee, als het maar lekker is. Nou, dat is het, dat is het. En veel als jij komt eten. Het feit dat jij toch een ster krijgt met al dat gefrutsel en geknutsel hier in de keuken, betekent misschien wel dat er revolutie aan de gang is. Het schuift misschien dan toch op door jou. Nou, ik weet niet of het door mij komt, maar je ziet wel dat Michelin aan het veranderen is. Er zijn nu zaken bijgekomen die de eerste ster hebben gekregen, wat 5 jaar geleden totaal niet mogelijk was. Dus dan niet gecondoleerd, maar toch gefeliciteerd? Ja, eigenlijk wel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Mag ik nu eten? Ja, ja, snel en veel. Heel veel. Oké, kom goed. Lekker, dankjewel. Kijk, je snijdt een stukje zalm in 4 stukjes, half eitje in de saus, stukje sla. En heb je Michelin ster. Leven, Ron Blauw. Smakelijk. Pizza Hut.